Beste mensen, leuk dat jullie kijken naar Vlog 10! Hallo, ik heb Marit en Dylan op bezoek. Het zijn echt mega YouTubers met een heel groot bereik. En zij zeggen, en ze maken trouwens ook bioscoopfilms. en zij zeggen dat met het bereik dat zij hebben, dat zij ook graag maatschappelijke thema's onder jongeren en de oorlog willen brengen. Hoe gaan we dat doen? Belangrijk vinden wij dat jongeren tegenwoordig niet alleen maar commerciële invloeden krijgen. Want ja, via online zijn er behoorlijk wat commerciële invloeden. En ik denk dat er ook wel een grote maatschappelijke rol voor ons weggelegd is als influencers in het algemeen. Dat denk ik ook. Het punt is dat hier in die Tweede Kamer zitten natuurlijk wat meer oude mensen die nog helemaal niet zo bekend zijn met internet. Zijn die zo oud hier? Ja. Dus we moeten eigenlijk in de komende tijd die mensen gaan overtuigen dat influencers op YouTube ook wel een hele krachtige bron kunnen zijn om goede boodschappen over te brengen. Dus dat gaan we doen. Deze week kreeg ook van alle religieuze leiders in Nederland samen een petitie om op te komen voor de miljoenen mensen in Jemen. Ook heb ik een aantal commissievergaderingen gehad. Ik heb goed geknokt met de minister. Kijk maar. Dan gaan we maar all the way. Als ik hem dan aanpas naar wil de minister onderzoeken. Ja, nee, dan ga ik gelijke gevallen gelijk behandelen. Dus dan laat ik hem oordeelkamer. Maar we hebben het ook weer goed gemaakt. Ik zit hier nu in de wachtkamer bij minister Blok. In een beentje met de minister. Altijd goed. En er gebeurde natuurlijk nog veel meer deze week. Kijk u maar. In Jemen voltrekt zich een humanitaire ramp die zijn weerga niet kent. Miljoenen mensen sterven daar van de honger. Niet omdat het voedsel er niet is, maar omdat het niet bij ze terecht komt. Omdat gewapende bendes ervoor zorgen dat eten er niet komt. Het voedsel ligt gewoon te rotten in de havens. Ik heb me sterk gemaakt om te zorgen dat het voedsel zo snel mogelijk er komt. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Want erg veel hebben wij dan natuurlijk ook niet te zeggen. Maar we hebben de minister wel opgeroepen om samen met Europa en samen ook met de Verenigde Naties druk te zetten op partijen dat ze het voedsel doorlaten en te zorgen dat die wapens via Saoedi-Arabië niet meer daar komen. Mag ik jullie voorstellen aan koning Willem I. In 1813, nadat Napoleon verslagen was, werd hij beëdigd als soeverein vorst van de Nederlanden. En hij was ook nog hertog van Luxemburg. En zoals je weet, hoorde België toen ook nog bij de Nederlanden. En daar was hij de koning van. Hij maakte Nederlands tot officiële taal in het hele Rijk. En dat vonden die Belgen eigenlijk niet zo leuk, want daar werd een flink Frans gesproken. En ook het katholieke deel van de elite in België, dat was het grootste gedeelte, kon niet zo matchen met de protestantse aanpak van deze koning. Ze groeiden uit elkaar en er kwam oorlog. In 1831 trok deze koning met een leger richting België, maar de inmiddels beëdigde koning Leopold van België had zijn steun gekregen van Frankrijk om het Nederlandse leger tegen te houden. Met succes. Met grote tegenzin moest deze koning in 1839 ook onder druk van andere mogendheden in Europa erkennen dat België een eigen land was. En daarmee verloren we helaas wel België. Maar, desalniettemin, hij was wel de koning. Vandaag is een hele belangrijke stemming hier op het station in Utrecht. Hier wordt de piano gestemd. Stemmen is heel belangrijk. En deze week waren natuurlijk ook de Amerikaanse midterm verkiezingen. En zoals je ziet hebben we daar hier in Den Haag ook een mooi feestje van gemaakt. En de ambassadeur Piet Hoekstra is zelfs aanwezig om daar hiervoor te spreken. En dat is natuurlijk interessant. Ja, we zijn hier bij een grote uitslagenbijeenkomst in Nieuwspoort, vlak bij de Tweede Kamer. En we hebben net de uitslagen gezien. Nou, het is weer heel apart. Het congres bestaat uit twee delen, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. In de Senaat hebben de Republikeinen gewonnen en het Huis van Afgevaardigden de Democraten. Trump vindt het een geweldige overwinning, de Democraten vinden het een geweldige overwinning. Dus we haast kunnen zeggen, iedereen is blij. Iedereen is ook een beetje teleurgesteld. Wat je in ieder geval ziet, dat vanuit het buitenlands beleid, dat vooral in de Senaat wordt bepaald, dat daar Trump gewonnen heeft. Dus voor Nederland zullen we de lijn Trump echt blijven merken. Nou, en dan weten we in ieder geval hoe we ermee om moeten gaan. Beste mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog. Later. Hey, leuk dat je keek. Wil je me blijven volgen? Heel graag. En geef je opmerkingen. Dat kan via de verschillende kanalen die je hiernaast ziet. En graag tot de volgende keer.